Mijn naam is Jan-Willem Bakker, schapenboer hier op ons eiland Texel. Aan de voet van de Hoge Berg, op boerderij De Waddel. Dat is een stollenboerderij uit 1625. We hebben ongeveer 500 schapen die hier lekker buiten in dit prachtige landschap lopen. Ja, en mijn naam is Arjen Woerhorst. Ik ben ook schapenboer op het prachtige eiland Texel. Op het oude land van Texel houden we ongeveer 300 schapen. En naast de schapenhouderij zijn we heel actief op het gebied van weidevogelbeheer en het onderhoud van landschapselementen, kolken en tuinwallen. We staan hier bovenop de Hoge Berg. Een oud gebied ontstaan in de derde ijstijd en eeuwen geleden ingericht door de schapenboeren. Ingericht met tuinwallen, kolken en schapenboeten. En daartussen lopen dus de schapen. En het gebied leent zich uitstekend voor schapenhouderij. Het is hier behoorlijk zandig, dus vaak ook droog. Dus de schapen die kunnen met hun lammeren al in het vroege voorjaar meteen naar buiten. Als de lammeren een dag of twee oud zijn, kunnen ze eruit. En er zit hier zoet water. In die kolk hier op de achtergrond zit prachtig zoet water waar de schapen uit drinken. Terwijl de zee hier nog geen kilometer vandaan zit. Dus de variatie tussen zoet en zout is erg groot. En dat geeft een bijzondere vegetatie die erg gezond is voor die schapen. Dus door de eeuwen heen hebben die schapen hier goed gedijd.